Peter, dinsdag een belangrijke wedstrijd gewonnen en een klein cadeautje van Feyenoord gekregen die punten heeft laten liggen in Volendam. Hoe groot was dan de opluchting na dinsdag en misschien wel extra door gisteren? Nou, ik zeg altijd tegen die jongens van als je een wedstrijd verliest, en dat hebben we gedaan tegen NEC, nou, dan als topclub moet je zorgen dat je de volgende wint. Dus het belangrijkste was om te winnen tegen Excelsior. Iedereen gaat er dan vanuit dat je dat wel even doet, maar we hebben gezien dat het echt niet zo makkelijk was. De eerste helft was moeizaam, de tweede helft denk ik dat we het goed gedaan hebben en die wedstrijd terecht gewonnen hebben. Ja, kun je eens proberen te vertellen wat jij in het team hebt gezien? Want ja, je hebt een fantastisch seizoen al achter de rug. Dan verlies je voor het allereerste. Nou, heel veel spanning komt erop, heel veel druk. Dan verlies je dus en dan win je. Maar dat duurt wel 60 minuten voordat je een eerste goal maakt. Wat gebeurt er in zo'n team? Nou ja, de ervaring leert ons dat wanneer wij tegen ploegen spelen die zeg maar compact willen verdedigen, dat je geduldig moet zijn. En waarom moet je geduldig zijn? Je moet die bal snel heen en weer spelen, waardoor zij veel moeten lopen, moe worden en uiteindelijk die ruimtes groter worden. Met die ervaring weet je dat je dan uiteindelijk kansen gaat krijgen die je natuurlijk nog wel moet maken. En dat hebben ze, vond ik, de tweede helft goed gedaan, dat we geduldig bleven. En na, wat was het, een kwartiertje ongeveer dat we scoorden en gelijk die tweede erachteraan. En ja, tot op dat moment had Excelsior geen kansen gehad, daarna ook niet meer. En ja, dan weet je eigenlijk wel dat het goed zit. Ja, dat is dan op het veld, maar naast het veld, want ik kan me ook voorstellen dat dat mentaal iets met je doet. Ja, maar uiteindelijk gaat het op het veld beslist worden. En daar moeten we het doen. Dus wat we altijd doen is de wedstrijden analyseren, of je nou wint of verliest. Maar je analyseert, wat kunnen we beter doen? Dat hebben we na NEC natuurlijk ook gedaan. En dan moet je de rust bewaren en vertrouwen op de kwaliteiten die we hebben. Want we staan natuurlijk niet voor niets bovenaan. En we hebben niet voor niets een seizoen zoals we die hebben. Ja, je hebt het vaak over de juiste instelling. Hoe ver kun je volgens jou komen met de juiste instelling? Nou, het begint allemaal met de juiste instelling. Als je niet de juiste instelling hebt, dan kun je nog zulke goede spelers hebben. Dan ga je niet zo'n seizoen draaien als wij draaien. Dan gaat het natuurlijk nog wel om wat is dan de juiste instelling. Nou goed, ik denk dat we ook dat het hele jaar al laten zien dat het daar niet aan ontbreekt bij ons. En daarom staan we waar we staan. Mauw Junior, belangrijke speler, dinsdag geweest natuurlijk. Die wordt het duizend dingen doekje genoemd. Soldaat, lust geen bitterbal. Hij is onopvallend in zijn karakter, maar dus opvallende dingen wat hij doet in het veld. Hoe kijk jij nu naar hem in deze fase? Ja, Mauro is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Daardoor later erbij gekomen. Ik heb nog nooit met hem gewerkt, dus hem ook later leren kennen. En hij lust trouwens wel bitterballen. Hij nam er alleen geen één. Maar Mauro, dat is gewoon een heerlijke jongen om erbij te hebben. Omdat hij altijd hard werkt. Heel vast is in de dingen die hij moet doen. En je als trainer dus weet dat je van hem op aan kan. Toen ik kwam, stond hij eigenlijk op de linksbackpositie, waarbij ik weet dat hij eigenlijk altijd middenvelder is geweest. Nou, op de linksbackpositie hebben we met Patrick en natuurlijk iemand achter Serginho al. Dus we kunnen hem ook heel goed op het middenveld gebruiken. En nou ja, met een blessure van bijvoorbeeld Ismaël is die prima te gebruiken op het middenveld ook. En daar gebruiken we hem. Ja. Ismaël zijn blessure inderdaad, die was er niet bij. Schouten ook niet, Lang ook niet, Lozano ook niet. Hoe staat het ervoor? Ja, die jongens die zijn, want ik zit nu schuin langs je heen te kijken naar Ismaël die op het veld aan het trainen is. En dat gaat weer goed, maar nog niet fit genoeg om morgen bij de wedstrijd erbij te zijn. Datzelfde geldt voor Chucky. Noah is natuurlijk iets langer weg, maar de rest dat gaat prima. Fijn. Nog even over Luc en Peppi, daar is natuurlijk het hele seizoen al over gegaan. Hoe staat het er nu voor qua concurrentie en welke afwegingen maak je nu? Wie je erin zet of wie je wisselt of wanneer je wisselt? Ja, maar die discussie die gaat meer buiten ons om. Ik denk dat de verhoudingen heel duidelijk zijn. Luc doet het geweldig, is fit. Het hele seizoen al onze aanvoerder. En die verhoudingen ten opzichte van Peppi, die zijn denk ik duidelijk. Ook voor Peppi. Dus dat is ook geen enkel probleem. Wat mooi is om te zien, ik gaf net al aan dat Luc fit is en een geweldig seizoen draait. Maar wij zien ook Peppi geweldige stappen maken. Ondanks dat hij liever meer speelt en meer minuten krijgt, zien we dat hij ook stappen maakt. Dus dat ziet er alleen maar goed uit. Morgen tegen AZ. Die zijn hard onderuit gegaan afgelopen week tegen Heracles.
Jullie 3 punten. Wat verwacht je dan wat voor 2 ploegen er komen te staan tegenover elkaar? Ja, dat is altijd moeilijk. Hè. Gaat die nederlaag doorwerken bij AZ? Dat ze zonder zelfvertrouwen hier naartoe komen? Of is dat een soort wake-up call? Want die weken daarvoor hebben ze in 6 wedstrijden 5 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Ja, wordt dat een wake-up call voor ze? Ik weet het niet. We zullen dat toch uiteindelijk weer zaterdag gaan zien. Ik concentreer me liever op mijn eigen ploeg. Daar weet ik wat ik aan heb en hoe we het willen gaan doen. En dat is voor mij altijd het belangrijkste. 2018 voor het laatst dit affiche gewonnen. Dus een andere statistiek zou mooi zijn, hè? Ja, maar dit jaar zijn er natuurlijk al vaker wat dat betreft statistieken die al heel lang liepen doorbroken. Dus daar vertrouw ik gewoon op.